Goedemorgen Joris. Morgen. Bij vorig Belgisch kampioenschap werd je tweede. Ja. Wat zijn vandaag de verwachtingen? Goh, ik weet het niet goed. Ik kan het echt heel moeilijk inschatten. Met dat er zo lang geen wedstrijden geweest zijn. Niets van ritme, niets van opbouw. En plots dan direct 100 kilometer vol een bak. Ik weet niet wat het gaat geven. Ik heb niet echt een doel voor ogen. Ja. Ik ga er gewoon voor gaan, dat is alles. Veel goesting in elk geval. Hetzelfde grote vraagteken als dat ook bij de andere atleten. Als bij iedereen zal zijn, denk ik. Ja. En namen die je in de gaten gaat houden? Wouter uiteraard. Ja. En nieuwe namen? Geert doet ook mee. Geert weet ik dat ook wel echt wel een goede loper is. Dus dat zijn toch wel twee namen die ik zeker in de gaten wil houden. Ja. Maar ik ga vooral mijn eigen wedstrijd lopen. Omdat er zo weinig opbouw en ritme is, ga ik vooral zien dat ik mezelf kan volgen. Dat zal wel goed zijn. Wordt het een tactische wedstrijd of een snelle wedstrijd? Ik denk dat het eerder tactisch zal worden. Dat iedereen een beetje zal voorzichtig zijn, gezien de omstandigheden. En dan wel zien hoe dat loopt. Oké, succes. Merci, dag. Ja.